combat? At one point it became really bad and I felt like I was in a real, a low point in my life, and I was really, this aggression was really taking over me. Ik had een punt om ik eigenlijk om zelfmoord te plegen. And at one point I was thinking about committing suicide. Mijn moeder zei altijd van dan, als er iemand wat je kan helpen, zei je volgens de Heer. En ik zei altijd maar ja. And my mom used to tell me, if there's one person that can help me, then it's God above. And I used to reply with, yeah, sure. Want ik keer op een dag kom ik zat ik thuis en ik zeg ja. Ik zeg, ga toch maar eens kijken in de kerk. Kijken wat er gebeurt. And at one point I just decided to go to the church just to see what was happening. Ja, en ik kom daar binnen. Ik wil van waar je ben ik. Ja? En ik sta daar zo in een gegeven moment. En op een gegeven moment kwam net als iets hier binnenkwam en ik voelde mijn hele lichaam naar buiten. And I walked into church and I just felt like, yes, here I am. But then something just went through me and I could feel it all throughout my body. En mijn moeder zei dat is de aanraking met de Heilige Geest. And my mother told me it was a touch of the Holy Spirit. Okay. So I replied, okay. Ja, toen ben ik dus vaak naar de kerk gegaan. En op een gegeven moment kwam ik mijn moeder in 2004 of omdat ik een beetje ziek kon slechtlopen. So then I started going to church, and in 2004 my mom became sick. Ja, in 2005 kwam ze in een rolstoel te zitten. And in 2005 she had to be carried in a wheelchair. Ja, mijn moeder zei altijd, en ik ging bij de dokter van ja, zoeken wat er was, en dat bleek dus eigenlijk een spierziekte te zijn. So my mom went to the doctor to find out what was happening, and it happened to be a muscle disease. En eerst zei ze een MS en uiteindelijk bleek het dus een ALS te zijn. First they were thinking it was MS and in the end it was ALS. Toen zei ik tegen moeder, is dat nou die godrekening? Je hebt jou ziek in de rolstoel zitten, je hebt ALS, je gaat dood. Dus ja, die God kan je niet meer genezen, zei ik. So I told my mom, is this the God we serve? The person, you're sick, you're in a wheelchair. What's happening? Ja, ik zei dan, als het God gaat, dan kan je het niet meer doen. Yeah, God's not doing anything anymore. Ja, en toen ik een man zei, moeder altijd van, ja, God die viert een bedoeling mee, en God laat zien dat ik nog gaat uitlopen. En ik stap een keer uit die rolstoel. So then my mom told me, no, I'm listen to me now, God has got a purpose with this, and at one point I'm going to step out of this wheelchair. Ja, toen zei ik wel, ja. And then I replied, yeah. En toen kwam hier een strik op de brug bij het MEC. We stonden op, kom richting Jezus. And then just across the bridge at the MEC, it said, come in the direction of Jesus. Yeah. En toen zei mijn moeder, ik zeg, ik heb daar, kom richting Jezus. Ja, zeg ze, maar ik heb ook nog een kerk, ik heb een vergadering. En ja, dit en dat. Ik zeg, ja, wat wil je nou? Daar of naar daar? So my mom said, look at this, and I replied by saying, well, I've got a meeting and I've got different appointments and I can't really, and then my mom said, well, what do you want? En toen zei mijn moeder, mijn gevoel zegt, we moeten daar richting Jezus. My mom said, we need to go in the direction of Jesus. Nou, we komen daar aan de MEC binnen en dan komen we met de rolstoel aangelopen en dan zijn ze al direct tegen de mensen waarbij de deur stonden van, God gaat me genezen vanavond. I went up to the entrance with my mom and the people told my mom, they said, you're going to be healed today. My mom was like, yes. My mom was like, yeah. And ik zei, ja. And I replied, yeah. Toen kwam een moment, dus was mijn broeder Jan Zijlstra, was dan daar, was een gebed genezen. There was a guy called Jan Zijlstra, and he was doing spiritual healing. Praying for healing. Dus ook mijn moeder zegt tegen mij, Vallone, voel je die wind om je heen? Die wind om je heen. My mom asked, do you feel the wind around you? Ik zeg nee. I said no. En mijn moeder zei, oké. Okay. Ja, toen kwam een moment, dan gingen we dus naar voren toe met de rolstoel. En ik kwam met de rolstoel van, hey, kom. Mijn moeder zegt, hey, rustig aan. Then there was a moment to go in front to an altar call, I guess, and
you said, Lorna said, come on, but Mum was like, no. Easy. Ja, we komen dus boven en die persoon vraagt mijn moeder van, wat heb je? So we arrived at the stage and the person said, what's going on? Ze zei mijn moeder, ik heb een ALS, een dodelijke spierziekte. And my mom said, I have ALS, which is a deadly muscle disease. En toen kwam het moment. En toen legde die man mijn moeder de handen voor te bidden. En dan zei ik, sta op in Jezus naam. En hij begint alles te verbreken en verwijt de ziekte en sta op in Jezus naam. And then there was a moment and the guy said to my mom, started praying and started saying, stand up in Jesus' name. En die man, Jan Zijlstra, zei ik van, hey, wat voel je? En Jan Zijlstra asked his mom, what are you feeling? Mijn moeder zei, ik heb hier maar warm in mijn benen. My mom said, I'm feeling my legs, they're really warm. And he said, stand up in Jesus' name. And I said, mijn moeder stopte op. Ze stopte echt uit de rolstoel. En toen hadden ze iets van. And my mom really stood up from the wheelchair and I was like, dat was eigenlijk het moment dat ik eigenlijk echt 100%, 200% naar God ging. From then on, I really realized, okay, I'm going 100%, 200% for God. Ja, goed. En, ja, ik heb er nog een filmpje van. And I'd like to show a video about it. Maar ik wil nog één getuigenis vertellen als het mag. Ja, yeah. I'd like to give one more testimony if that's okay with you guys. Okay. Goed. We was in 2013. In 2013. Ja, toen wilde ik op vakantie gaan. Ik was eigenlijk op vakantie toen. I wanted to go to a holiday. I was really feeling like I needed holiday. En mijn moeder zegt, ja, dan gaan we toch met z'n tweeën. So we'll just go. My mom told me we'll just go with two of us. Dus ik had een mevrouw gevraagd, vind je het eigenlijk? Zeg ja. En mijn moeder zegt, mevrouw zei, ga maar lekker. So I asked my wife, is that okay? And she said, yeah, sure, go ahead. Ja, dus voordat we weggingen hadden we een Indische dienst met ons in de kerk. En die moeder of wat, ja, die begon met onze bidden van ja, laat ook daar hun kracht zien en laat God daar ook zijn kracht zien daar in de Dominicaanse Republiek. So we were at a service and there was an Indian brother and he was praying about God's power in the Dominican Republic, Ja, dus ik was daar op vakantie en ik leerde daar een jongen kennen uit Duitsland, daar was ik niet in praten. So I was there on holiday and then I learned, I found a guy, a German guy, and I was talking to him. En hij zegt, oh ja, fijn, weet je, leuk, gewoon gesproken met elkaar. Toen zei ik van, oh, dan zien we ons vanavond wel even. He said, that there was a conversation and he said, yeah, it's really nice that we spoke. And then the guy said, let's see each other. We'll see each other this evening. Ja, goed, we hebben s'avonds even lekker gedronken met z'n tweeën in de war, even lekker genoten. So that evening they met each other again and they were enjoying some drinks at the bar and just enjoying life. And the volgende dag. And the next day. Was ik op het strand bezig met vrije spelen. Ik kon je Jules de Mule, je kon de tocht lekker relaxed. I was on the beach and I was just enjoying a lot of games, bowls, darts. En toen kwam er iemand aangerend van de entertainment group. And then somebody came over from the entertainment group. En hij zegt, er is iemand dood op het strand, er is iemand dood op het strand. And the person said, there's somebody's dead on the beach. There's somebody lying dead. Ik twijfelde geen moment. Ik draaide me om en ik ging meteen achter hem aan. I didn't doubt for a minute. I spun around and ran after him. Dus ik kom bij het strand en ik zie daar die Duitse jongen liggen waar ik hem in de wallen gezien heb. So then I followed him to the place and there was the German boy lying on the ground. And he was dead. And was that? He was gedronken. He had drowned. En ik was nog iemand uit Chicago. Er was een arts aan de volle Duitsland. Kwam samen mee ter plekke. And there was another guy from Chicago, a doctor, and he arrived at the spot. Dus ze tilden hem op en daar nemen ze echt een stuk verder van de zee af op het rode. And they lifted him up, lifted the German guy up and moved him to a dry spot further away from the sea. Ja, hij is echt dood, zei die man die achter in Chicago, hij is echt dood.
And the doctor said he's really, really dead. We begonnen dus de Rio Meer, wat moest dat doen, de vachten en alles. En die geef hem die ik kinder. They started doing all sorts of procedures on him and trying to get him alive again. Ik ging naar onder toe en ik zei, Heer, ik blaas uw adem weg in hem. And then I said, I'm going to blow your breath into him. Dus niet die van mij, maar een kracht in uw naam. Not my breath, but your power, your breath, in your name. 7 minuten later. And 7 minutes later. Dus hij was eigenlijk al 7 minuten heeft hij in het water gelegen, dus eigenlijk 14 minuten later. So in total about 14 minutes later, because he was 7 minutes in the water and 7 minutes on the beach. En hij kwam bij. And he actually, started opening. Yes. He came by. He was alive. And I said, "Thank you, Lord." Yeah, I said, "Thank you, Lord." En dan, dat is dan eigenlijk het geloof dat ik eigenlijk door het geloof van de Heer. En this faith through my mom and through what the Lord has done. Ja, en dan sta ik nu onder de bediening dus van property of Jesus. And now my ministry is a part of property of Jesus. Het is mijn passie om gewoon mensen, of wat het ook is, waar we komen, om de Heer groot te maken. And we have a passion to just lift Jesus up, whatever happens, whichever people we meet. En alle eer aan de Heer. And all glory goes to God. En dank de Heer. Dat hij mij totaal veranderd heeft van een andere wereld. That has completely changed me from a different world. Ik ben hem daar 1000 maal dankbaar voor. And I'm 1000 times grateful for this. En wat voor een tijdje doe ik zitten, of een moeilijke tijd, waar jullie mee strijden. And whatever kind of situation you are, if it's a difficult situation, kijk altijd wat de ogen naar de Heer en ga in gebed. Open up your eyes to God and live in salvation. En hij zal voorzien. And he will provide. En een applaus voor de Heer. For this first song, if you want to sing in English, sing with me. Als je in Nederlands wil zingen, dan sing met. You are holy, you are holy, you are mighty, you are mighty.
Thank you.
You are love.
Out!
moment, we're going to take some time to pray together. And this is a new song. So often, when I pray at the end, I just say, "In Jesus' name, amen," as though it's a way of saying, "Goodbye, see you later," instead of realizing there is authority in the name of Jesus. We don't just say it. And so this song comes from that. Just as we heard, in the authority of Jesus' name, people can rise up and walk. The authority of Jesus' name, lives can be changed. So this song is about us walking in the authority of Jesus' name. There is authority in Jesus' name.
Thank you.
Jesus.
Nothing in this world will satisfy.
Yahweh together, and thank you for this evening. Thank you for the cool melodies and chords that people have been able to create these awesome songs. I thank you for singing together as one, as we've sung. Lord, for proclaiming our prayers in your name. I thank you for the things that we can even take from a worship session. Lord, I thank you above all for uniting us as well in this room. I thank you that we can use this place as a place of fellowship where we can worship you, where we can come before you. I thank you for who you are, Lord, that you are a healer, as we've heard today, that you can make people stand up from wheelchairs or even raise people from being drowned. Lord, I thank you for these amazing testimonies. I thank you for the things that have gone on in the arts, crafty place. I thank you that you've been speaking through people, to people through prayer. And I pray for the rest of this evening as we now have fellowship together that we may build new friendships and build new relationships with people here in Maastricht. I thank you that there's so much cool stuff happening, and that that you're opening our eyes this evening for these different things and different people. I pray a blessing upon everyone here, that when we get back home that we can rest for another morning. I thank you that you're with us. We just want to praise you in Jesus' name. Amen. Amen.